Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Met een omzet van een kleine 160 miljoen per jaar is Emac de grootste reseller van Apple-producten in Nederland. En we hebben vandaag de gast, de oprichter en directeur, Ed Bindels. Ed, leuk dat je er bent. Welkom. Goedemiddag. Ik heb begrepen dat jij begeisterd raakte door de producten van Apple toen je in 2003 keek naar een keynote speech van Steve Jobs. Wat was er zo bijzonder aan die speech dat je er zo door geraakt werd? Ik was altijd al begeisterd over Apple-producten. Mijn hele loopbaan is rond Apple. Maar dat is wel de eerste keer dat ik dacht, hier wil ik mijn eigen bedrijf voor oprichten. Dus retail vind ik geweldig, vind ik heel leuk. Apple-producten mooi, nou, wat is dan mooier dan Apple en retail combineren? Ja, maar wat zei die dat je dacht, van nou, hier wil ik zelf een eigen bedrijf omheen bouwen? Apple heeft Apple Stores in Amerika. En de keynote van Apple had een element en dat ging over de Apple Stores in Amerika. En toen dacht ik, ja, dat is leuk. Ja, een beetje wat een snoepwinkel voor een kind is. Is een Apple Store voor jou? Ik vind onze winkels leuker, maar ja, het concept is natuurlijk wel. Ja, ja. Absoluut. Steve Jobs is er natuurlijk al een tijd niet meer, helaas. Als je nou naar de speeches luistert van Tim Cook, de man die momenteel daar aan de knoppen draait, raak je dan nog steeds zo enthousiast? Of is het toch een beetje alsof je naar Petrus luistert in plaats van naar Jezus? Nou, ik ben niet zo gelovig, dus ik kan het niet zo helemaal plaatsen. Maar ik denk dat Steve Jobs was echt een visionair. Die heeft denk ik heel veel van de producten ontwikkeld en bedacht. En ik denk dat Tim Cook meer de boekhouder is, zeg maar, in die optiek, zeg maar. Ja. Dus hij is niet zo, ik vind hem niet zo inspirerend. Ik vind hem niet inspirerend eigenlijk. Je zet niet meer 's nachts je wekker als je een speech gaat houden ergens. De keynotes zijn interessant door de producten die de mensen van Apple maken, maar niet door Tim Cook, nee. Nee. Goed, je keek naar die speech van Steve Jobs en je dacht van, nou, ik wil een eigen Apple winkel. Ja, dat is nog best wel ingewikkeld, want daar heb je allemaal toestemming voor nodig vanuit Amerika, hè? Ik heb heel lang, heb ook bij distributie gezeten, heel lang met Apple contacten. Dus ik had veel ingangen bij Apple. Ja. En Apple was eigenlijk net bezig om toch te kijken of ze zoiets in het centrum van een stad konden doen, dus retail gericht. Ja. En dat was een oud concept, dat heette Apple Center toen nog. Dat hebben ze afgestoft en dat hebben ze eigenlijk in het winkelcentrum in winkelcentra gezet. Dus ik was eigenlijk, het was toen ook heel makkelijk. Want het was toen nog zelfs een Nederlandse vinding bijna om dat te gaan doen op een wat kleinere schaal. En dus je kon toen nog bijna alles zelf. Alleen de locatie, dat was wel een ding waar ze heel kritisch op waren. Dus dat bepaalt Apple nog steeds. Dus die beslissen waar je je winkel mag openen. En ik had Utrecht geclaimd en ik heb 4 panden, denk ik, zijn afgewezen. Tot ik de winkel vond waar ik nog steeds zit op de Mariaplaats in Utrecht. En dat werd de eerste winkel. Ja, ja, want het moet echt hartje centrum zijn. Ja, ja, en een bepaalde uitstraling en een goede plek. En, ja. Ja. En toen begon je met het idee van 1 winkel. En dat zou het dan eigenlijk ook zijn. Ja. Maar je hebt er inmiddels 47. What happened? Dat is niet gelukt, 1 winkel. Nee. Waarom was je zo bescheiden? Voor jezelf beginnen is sowieso spannend. Ik vond het in ieder geval spannend. Ik heb heel veel ondernomen, zeg maar, voor bedrijven. Maar dan heb je natuurlijk heel veel backup. Er bestaat een hele organisatie omheen. En dit was de eerste keer dat ik voor mezelf begon. Heel dik businessplan gemaakt. Alles onderbouwd. En klopt nog steeds heel veel dingen van. Ja. Interessant genoeg. Maar dat businessplan was voor de winkel in Utrecht. En dat was niet voor iets meer dan dat. En tot na een half jaar, Apple zei het gaat zo goed en deed ook beter dan alle andere initiatieven. Dat ze vroegen, wil je niet in Den Bosch beginnen, wil je niet in Amersfoort beginnen? En, nou ja, een jaar later had ik 3 winkels. Ja, ja. Dus dat ging heel hard ineens. Ja, ja, toch wel eervol, hè, dat ze jou vragen om hun producten te gaan verkopen. Ja, ja, en om meer winkels, meer vestigingen te openen, klopt. Ja. Ja. Nou is die band natuurlijk nog steeds heel erg nauw, want de laatste winkel die je opende is in De Wol, langs de A2 bij Utrecht. Klopt. En ik heb begrepen dat je 2 jaar lang hebt moeten zeuren voordat je daar een winkel mocht openen. Ja, klopt. Ja, ja. In alle lagen van Apple moeten uitleggen waarom het een goed idee zou zijn om voor Emac om in De Wol te gaan zitten. Dat is ook iets meer dan alleen een winkel voor ons. Het was
Twee jaar geleden hadden we iCenter nog niet overgenomen, maar we hadden wel al behoefte aan wat meer ruimte en zorgen dat we alles bij elkaar hadden. We zaten op meerdere locaties en eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar hebben we zelfs op vier locaties gezeten met het hoofdkantoor. Ja, dat is dus niet fijn. Dus voor ons was het ook wat groter dan alleen de winkel. Maar de winkel is hetgeen wat wel nodig was om daar te kunnen vestigen. Ja. Dus. Ja, en uiteindelijk zeiden ze van, nou oké, doe er maar, Ed. Dat hebben ze nooit gezegd, volgens mij. Oh nee? Het ging heel geleidelijk. We hebben heel veel mensen uit Londen en uit zelfs de VS op bezoek gehad om daar te komen kijken. En de mensen waren wel enthousiast, in zekere zin. Maar er komt nooit een echt ja uit. Tot we uiteindelijk een keer een ontwerp zagen van, nou, dat zou wel eens een ontwerp kunnen zijn voor de winkel. Is dat een ja? Zolang het geen nee is, ga je maar door. Exact. Ja. Hij is er nu, dus het is een ja geworden uiteindelijk. Ja. Want wat ik begreep, dat het hele interieur van die winkel ontworpen is in Cupertino. Klopt. Ja. Apple bepaalt alles wat er in de winkel gebeurt feitelijk. Is dat niet heel gek ondernemen? Want het risico wordt gedragen door jou. En heel veel van de belangrijke beslissingen worden niet door jou genomen. Het karakter van de winkel is meer dan alleen de meubels en de computers die erop staan. Dus dat zit heel erg in de klantinteractie. En we hebben nog steeds redelijk veel controle over de grijze kasten, zoals wij dat noemen. Ja. Dus dat is waar we als zwaarders in plaatsen. Dus dat wordt niet of zelfs heel weinig bepaald door Apple. En hoe merk je dan dat je in een winkel van Amex staat en niet in een Apple Store van Apple zelf? Ik denk dat een Amex winkel het dichtst bij een Apple Store ligt van alle winkels waar je Apple producten kan kopen. Dus dat is wel, wordt ook heel vaak verward voor een Apple Store, zeg maar. Ja. Als je mensen vraagt, soms wel eens een probleem met de naamstelling. Dat je vraagt, waar is Amex? En dan weet je niet waar Amex is, maar ze weten wel waar de Apple winkel is. En dat is dan een Amex. Ja, ja. Dus, maar het lijkt er heel veel op. Apple laat ook het ontwerp van de winkel steeds meer toe groeien naar hoe een Apple Store eruit ziet. Dat merk je in allerlei elementen wel. Hm. Maar het is wat kleinschaliger, denk ik, en wat persoonlijker misschien. Ja. Je komt toch meestal dezelfde medewerkers tegen. Met de Apple Store is dat denk ik wat minder het geval. Ja, ja. Want dat lijkt me ook het gekke aan die business waarin jij zit. Want jij bent dus heel erg afhankelijk van Apple, ook voor toestemming, voor inrichting, et cetera, et cetera. Klopt. En aan de andere kant is de belangrijke concurrent, want ze hebben zelf die Apple Centers. Ja, de Apple Store in Amsterdam is eigenlijk wat het meest last van hebben. In Den Haag zijn ze geopend vlak naast ons, waar we ooit zaten in ieder geval. Lekker dus dat dan. Merk je, dat voel je. Ja, dat voel je wel, ja. Ja, ja. Dat van het kleine van het zegt, het is een concurrent. Hopen dat ze het beter doen. En wat voor waarborgen bouw je dan in om ervoor te zorgen dat je niet opeens door degene die jouw toestemming geeft uit de markt wordt gedrukt? Een van de redenen die we hadden in 2011 om een aantal overnames te doen was eigenlijk omdat er toen de dreiging was dat Apple veel meer plekken in Apple Store zou openen. Ja. Dat lijkt inmiddels wel een beetje dat daar de koers is verlegd binnen Apple. Dus dat minder is. Maar dat was eigenlijk de reden om de eerste overnames te doen, om eigenlijk spreiding te hebben, risicospreiding te hebben, om minder afhankelijk te zijn van alleen maar de grote steden waar mogelijk ooit een Apple Store naast zou komen. Ja, ja, dus je moest zorgen dat je zo groot werd dat ze eigenlijk op geen enkele manier meer om je heen konden. Nou, dat ik in ieder geval, als ik ergens geraakt werd, iets anders had om geld om te blijven. Ja. Ja. En uiteindelijk is het gelukkig niet zo ver gekomen. Dus we zijn er drie in Nederland en that's it. Ja. Ja, 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 toch een rare manier van ondernemen eigenlijk. Hè? Kun je het vergelijken met een ander concern? Ik heb zitten nadenken, maar ik kom zelf eigenlijk tot niks. Nou ja, ik denk dat je in de kledingindustrie het wel redelijk vaak ziet, hoor. Dat je in retail ook winkels hebt van de fabrikant zelf en franchisenemers. Ja, ja, precies. Ja. Alleen je ziet het verschil daar niet zo. Kijk, Apple zegt bij ons nog heel erg, het is één Mac en er hangt een klein logo van Apple naast. Ja. Terwijl in heel veel markten zie je, ik neem bijvoorbeeld G-Star. Ja. Daar staat gewoon G-Star op de gevel. Dus daar kan je niet zien wat het verschil is tussen een Apple of een G-Star winkel of een winkel van een franchise-nemer. Nee, precies. Bij ons zie je dat wel. Ja, en bij een franchise-nemer, die draagt natuurlijk een deel van de omzet af aan de franchise-gever. Ja. Dat soort constructies heb jij niet, toch? Nee. Nee. Nee, grappig. In dat opzicht zelfstandig. Ja. En eventjes naar die overnames, want jullie hebben, meen ik, drie overnames gedaan, hè? Waarbij de laatste, de overname van iCenter, echt zorgde voor een enorme groei van de omzet en het aantal filialen.
We hebben 6 overnames gedaan. 6 overnames zelfs. Ja. Ja, tot zover mijn voorbereiding. Ja, er zijn heel veel... Ik ben in 2005 begonnen en er zijn in die tijd heel veel ondernemers begonnen die, denk ik, wat minder retail achtergrond hadden. En wat je dan merkt is dat die mensen minder succesvol waren. En dat zijn de eerste winkels die we hebben overgenomen. Die waren wat kleiner, 2, 3, 4 winkels. Ja. Grote overname van iFactors, waardoor we verdubbelden in 2012. Maar iCenter was natuurlijk wel een hele grote, inderdaad. Ja, wat vertel eens over dat traject. Vond je dat een leuk spel? Het was een lang spel. Het was een moeilijke discussie ook met degene die, van wie we het kochten, zeg maar. Ja. Het is een lang traject geweest. Maar uiteindelijk ging het heel snel. Het leuke was eigenlijk dat de integratie heel soepel ging. Het voordeel was dat het een hele schone organisatie was. Er zat geen back-office in, dus je had eigenlijk alleen maar winkels over te nemen. En dat maakt het uiteindelijk alweer heel makkelijk. Ja, ja, dan kun je het vervolgens weer zelf een beetje inrichten. Ja. Ja, ja, het is ook niet normaal eigenlijk hoe snel de iCenter winkels, de toenmalige iCenter winkels, AMAX zijn geworden. Maar ook hoe snel ze op stoom zijn gekomen, zullen we zeggen. Weer op normale verkoop zijn gekomen. Ja. Normale omzetten. En zijn er nu eigenlijk nog overname prooien op de markt? Nee, niet echt. Dus je bent eigenlijk uitgegroeid? Nee, we groeien heel sterk in zakelijke markt en onderwijs. Dus dat is het volgende focuspunt. En met retail kan je nooit stilzitten. Je moet altijd op blijven letten. In de kledingindustrie merken, het is een hele lange hete zomer en het gaat slecht. Wij hebben ook wel last van dat soort momenten. Dus kosten onder controle houden is wat dat betreft het belangrijkste. En het leuke is nu eigenlijk om dus nieuwe markten te introduceren. Je merkt dat Apple steeds meer... je hoeft niet meer uit te leggen of je een Apple product hebt of dat misschien een Mac een optie is. Dus je merkt nu dat ondernemers heel vaak kiezen voor Apple producten. Ja. Ik weet niet of je zelf Apple gebruikt. Maar zeker, ja. Ja, geen ondernemer, maar toch een groot fan. Ik zou me nog net niet willen scharen in de kudde van de iSheep. Hè, zoals de echte hardcore Apple-fans worden genoemd. Ik heb geen iWatch of zo. Oh, ja. Jij wel, ja? Ben je zo iemand die alle gadgets als eerste in huis haalt en daar echt heel erg gelukkig van wordt? Niet per se, maar ja, ik heb wel een HomePod thuis staan, terwijl die niet te koop is in Nederland. Dus die heb ik dan wel in Engeland meegenomen. Maar ik hoef niet per se de laatste van het laatste. Ik heb een iPhone 10 en niet een iPhone 10S. Omdat ik dan denk, ja, het verschil is niet heel groot. Ik blijf ook een beetje kostenbewust natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ben wel geïnteresseerd in de nieuwe producten die ze uitbrengen. Leuk. En hoe verklaar je het dat Apple zo'n ongelofelijke schare fans heeft weten te creëren? Het is uiteindelijk toch een computer, een telefoon, een horloge. Waarom? Ik denk dat... het gaat denk ik om de manier waarop je met een Apple product werkt ten opzichte van een ander product. Ik denk dat... Het werkt heel intuïtief. Dus de mensen worden blij van het gebruik van Apple-producten, denk ik. Maar goed, er zijn nog steeds een heleboel mensen die Windows ook gebruiken, volgens mij. Dus blijkbaar zijn er ook mensen die dat... Maar ik denk dat... ik weet niet wat het verschil eigenlijk is. Wat denk je zelf? Je bent gebruiker. Nou ja, het is inderdaad vrij intuïtief en makkelijk. Maar ik kan me toch nooit zo goed een voorstelling van maken dat mensen een hele nacht voor een winkel gaan liggen om dan als eerste een telefoon te bemachtigen. Dat zal je bij Samsung of weet ik veel wat voor merk je allemaal hebt, zal je dat niet zien. Nee. Dus ik vind dat toch moeilijk om te verklaren waarom dat zulke enorme vormen aanneemt. Ik denk dat het ook een kleine groep is vergeleken bij de miljoenen Apple-gebruikers die er natuurlijk in Nederland zijn. Uiteindelijk is... ik denk merendeel gewoon, net als jij en ik, gewoon het fijne product te vinden om mee te werken. En een paar mensen daar wat meer op gefocust zijn. Ja, ik zag toevallig nog een video terug van de introduction iPad 2, geloof ik, in Eindhoven. En daarvoor stond een hele grote rij voor een of andere snuisterijenwinkel met oorbelletjes en ringetjes. En ik denk, oké, dus die gek hebben ook voor die winkel gelegen. Dus ja. Dat is niet uniek voor Apple, denk ik. Even relativeren. Nou ja, goed, die hypes die worden natuurlijk vrij gecultiveerd, hartstikke slim. Ja, jij moet ontzettend luisteren naar wat er in Amerika gezegd wordt en hoe er gedacht wordt over de groei van AMAC. Luisteren ze ook wel een beetje naar jou? Steeds meer. Ja? Ja. En wat fluisteren ze dan in? Wat het... Hoe belangrijk eigenlijk... ze merken natuurlijk hoe belangrijk ons soort winkels is. Want er zijn natuurlijk heel veel aanbieders van de producten. En Apple Store zijn er natuurlijk maar een paar. En ik denk dat wat ze influisteren is dat... de manier waarop wij verkopen, met ondersteuning, met tijd voor de klant. We doen heel veel service. We repareren natuurlijk ook heel veel Apple-producten, wat ze ook heel hard nodig hebben. Ja, ze gaan veel kapot, hè? Ja.
Ze kunnen wel eens kapot. we hebben een hele belangrijke rol in het hele distributiemodel van Apple. Als Apple Premium Reseller. Ja. En dat merk je vooral. Dat ze zich daar ook veel meer van bewust worden. Ons handicap is misschien dat er in Amerika geen Apple Premium Resellers zijn. Dus Cupertino kent zelf die winkels niet in hun eigen land. Ja, ja. Dat is wel eens een nadeel. Ja. Zou dat niet een leuke uitdaging voor jou zijn om die markt eens te ontginnen? Nee. Alsjeblieft. Nee? Nederland is heel fijn. Ja. Genoeg. En wat vind je van de snelheid waarmee nieuwe producten worden ontwikkeld? Zie jij nog kansen waarvan je denkt van ja, kom daar eens wat sneller mee. Waarom laten jullie dat gat open liggen? Wat wij merken is, we verkopen natuurlijk alleen Apple. Dus, en wat je soms merkt is dat productintroducties iets lang uitblijven. Kijk, dan heb ik niet over de telefoons, want die komen natuurlijk gewoon ieder jaar klokslag in september. Ja. Maar sommige vernieuwingen op de Mac-kant, daar merk je wel heel erg dat soms een product gewoon zijn beste tijd gehad heeft. En nu net is eigenlijk alles weer geüpdate, dus we zijn weer helemaal bij. Maar bij sommige producten zie je een terugval op het moment dat het niet snel genoeg actueel gemaakt wordt. Dat is eigenlijk. En de prijsstelling, merk je dat sommige mensen toch nog terugdeinzen voor de aanschaf van een Apple-product omdat ze het gewoon te duur vinden? Ja, maar daar kan je uitleggen. Ik weet niet of je wel eens een tweedehands Mac hebt geprobeerd te kopen. Die zijn heel veel geld waard. Ja. Dus eigenlijk het beste antwoord daarop is: wat is je huidige computer waard? Of wat was die na een jaar waard? En wat is een Mac na een jaar waard? Apple heeft gewoon hele hoge restwaarde. Dus een Mac van 3 jaar oud, pak een beetje de helft van de nieuwe prijs. Ja. Omdat het ook gewoon, het product dus nog wordt volledig geüpdate, is nog volledig bruikbaar voor mensen die hem dan kopen. En die restwaarde wordt heel vaak niet meegenomen op het moment dat mensen het hebben over het kopen van product. We hebben ook net een nieuw portal geïntroduceerd om Macs in te ruilen. Nou, we geven serieus geld terug voor een oude Mac. Ja. En ik denk 25% van de mensen die een nieuwe Mac kopen, leveren hun oude in. En betekent dat dan ook dat de markt voor refurbished Mac-producten eigenlijk jullie grootste concurrent zijn? Ik denk dat het een andere categorie koper is. Ja, of je Mac voor 300, 400, 500, 600 euro koopt, dat is natuurlijk een andere categorie mensen. En ja, als ze eenmaal een Mac kopen, dan in de toekomst zijn ze weer klant bij ons. Ja, ja, ja. 47 winkels op dit moment, aantal mooie overnames gedaan. De ambitie om naar Amerika te gaan, die is er in elk geval niet. Wat is je ambitie nog wel? Groeien in de zakelijke markt, denk ik. Dat vooral. Witte vlekken zijn er niet meer. Je kunt in een half uur ben je bij elke e-Mac. Dus daar zit het hem niet. En ik denk dat we nog wel optimalisatie kunnen doen binnen retail. Dus gewoon als onderneming kunnen we daar nog wel optimaliseren. Ja, ja. Dat blijft toch altijd de kosten goed onder controle houden. En dat is denk ik ook nu we 47 winkels hebben, weer anders dan toen we 21 of 11 winkels hadden. Je merkt dat toch iedere keer moet je jezelf weer even opnieuw uitvinden. Ja. Dat blijft zeker een uitdaging. Want de meeste ondernemers die worden toch gedreven door groei. En nou zit er nog groei in de zakelijke markt, maar niet meer in het aantal filialen. En gaat de spanning er niet zo langzamerhand een klein beetje vanaf voor je? Volgens mij, ik heb laatst ook een artikel gelezen over het groeien. En dat het altijd maar moet groeien. En dat de enige norm is. Dat misschien helemaal niet zo'n goede drijfveer is. En voor mij is dat in ieder geval nooit een drijfveer geweest om de grootste te worden. Of het hoort er toevallig bij. We vooral een leuk bedrijf zijn. En onze klanten en onze mensen blij maken. En dat is denk ik een goede drijfveer. In plaats van per se een bepaalde omzetgroei halen of zo. Je moet gewoon wel bepaalde omzet hebben. Zoals AI Center overname was meer dat we landelijke dekking hadden en als bedrijf gezonder worden. Want je kunt je back-office kosten, die hoef je niet heel erg uit te breiden, terwijl je toch 2 keer zoveel omzet doet. Ja. Dus je winstgevendheid van onderneming die neemt in 1 klap heel hard toe. Ja. En dat vind ik wel leuk. Dat was een hele goede toevoeging, zou ik maar zeggen. Ja. Om nou per se heel groot te worden, nee. Ja, maar ik begreep dat er iets van 2,5 miljoen aan netto winst overblijft aan het eind van het jaar, hè? Dat is ons vorig boekjaar. Ja, klopt. Ja, wat doe je ermee? Nou, we hoeven nog wat af te betalen. Zo werkt het, hè, in een ondernemen. Dus dat reken je vooral niet rijk. Ik heb nog steeds een oude Alfa. Oh ja. Nog steeds prima rijdt. Dus,
ik hecht er niet zoveel waarde aan. Nee. Over geld. Nog heel even, want je bent los van de Max ook nog in een andere industrie actief, hè? Je hebt een eigen nachtclub. Mede-eigenaar. Mede-eigenaar. Ja, 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 vertel daar eens wat over. Basisclub, basis in Utrecht. A1 locatie. Toevallig afgelopen zaterdag nog zelf gedraaid op een feestje. Een eigen feestje. Dat is misschien dan, als je het hebt over een jeugddroom, dat is er nog wel eentje. Het is een van de leukste clubs. Het is vooral een technoclub, normaal gesproken. Trek ik niet altijd, moet ik zeggen. maar ik ben meer aan de house en progressive kant, zou ik zeggen. Dus, dat is een ander. Maar ik ben er niet heel operationeel mee betrokken, moet ik zeggen. Dat ligt bij anderen. Maar je hebt zaterdag nog een setje gedraaid. Ja, klopt. De closing set van 3 tot 6. Okay. Ik moest een toegift geven, dus het was tot 6:15. En toen zondag de hele dag oud en in bed? Ik kon niet zo heel goed slapen. Dus dan, toen ben ik naar mijn boot gegaan en met vrienden lekker uitbrakken op de boot. En in het zonnetje. Dat was fantastisch natuurlijk. Nou, dat klinkt als een gevarieerd leven. Hartstikke goed. Ed, leuk dat je er was. Dankjewel. Graag gedaan. En wilt u meer gesprekken zien, surf dan naar CVD TV.